Yes, goedemiddag, morgenavond, wanneer je maar ook kijkt. Wat leuk je kijkt naar een nieuwe aflevering van Wat blijft er over. We zijn vandaag in Utrecht. We zijn namelijk bij een... ik versprak me! We zijn namelijk bij een bedrijf dat... jemig! Yes, goedemiddag, ochtend, avond, alle mensen die nu aan het kijken zijn. Wat leuk dat je kijkt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wat blijft er over. Vandaag staan we in Utrecht. We zijn namelijk bij Musa, een bedrijf dat kleding maakt van bananenschillen. We gaan vandaag weer ontdekken wat het bedrijf allemaal doet en wat het eigenlijk allemaal inhoudt. Ik ben super benieuwd. Ik heb nog geen flauw idee waar we terechtkomen. Ik ga lekker mee en gaan zien. Is de wereld op haar einde? Of is er nog tijd? Is de aarde nog te redden? We raken er kwijt, wat blijft er dan nog voor me over, over voor mij. Morgen! Hey, hallo! Hey. Goedemorgen! Goedemorgen, goedemorgen! Welkom! Hoi, hoi, Mark! Loes, kom verder! Dankjewel, dankjewel! Wauw! Ja! Wat een plek! Ja, hè? Het is één grote broedplaats voor allemaal creatieve mensen hier. Zo! Er komt een dagje vandaag bij ons kijken achter de schermen bij Musa Intimate. Dus zeker. Welkom! Leuk! Laten we boven gaan! Ja! Volgens mijn pa ben ik nog jong. Wauw! En dit is jouw plekje? Ja! En echt, ik wil hem wel geloven, maar ik weet nog niet hoe. Want we zijn alles aan het slopen en we kijken maar toe. Ja, ik vind het hartstikke leuk dat jij hier bent. Ja, ik ook. Cool. Ik ben benieuwd ook wat ik vandaag allemaal ga zien en wat we gaan meemaken. Ik heb eigenlijk oprecht ook niet zo geen idee eigenlijk. Nou, ik heb een hele... Zo. Stop het in een doos voor... Ja. We maken dus eigenlijk intimate wear van bananentextiel. En dan denk je, kan je daar ook textiel van maken van bananen? Iedereen vraagt ook, is het van de vrucht? Nee, het is niet van de banaan zelf. Het is wel van de schil, toch, neem ik aan? Nee, ook niet. Het is van de stam. Echt? Kijk, daar kan je dus dit soort haarachtige vezels uithalen. Oh, wauw, joh. Ik dacht dat het een soort van, iets van de banaan zelf was. Maar het is van ja, het ziet er ook een beetje uit als vlas of als linnen. En als je dat dan weer heel klein maakt... Oh, wauw. Dan krijg je dit. Dus dat bewerken ze dan met natuurlijke enzymen. Ja. Zodat het een beetje afbreekt. En dan kun je het weer met katoen mengen. Ja. Dan krijg je dus zo'n blond als dit. En daarvan maken ze dan garen. Maar dit voelt al heel anders dan dit. Ja, hè? Dat is ook een heel groot verschil. Ja. Het is veel zachter dan. Dat voelt wel lekker. Ja, lekker rekbaar. Ja. En ook wel een leuke kleur natuurlijk. Ja, mega. Mm-hmm. Want kan je ook nog allemaal verschillende kleurtjes kiezen? Ja, zeker. Ja. Je kan eigenlijk alle kleuren. Er staat dus 150 meter stof. Oh, ja. Dat is dit. Ja. Jeetje. Mm-hmm. Maar jij kiest er echt specifiek voor om soort van met dit doel dit de wereld in te brengen. En dat soort van aan de mensen te laten zien. Maar hoe heb je die keuze kunnen maken, zeg maar? Ja, ik denk omdat ik erachter kwam along the way, toen ik aan het studeren was, dat ik gewoon door documentaires, door er echt onderzoek naar te doen, dat er gewoon zoveel misstanden zijn in de mode-industrie. Ja. Mensen worden uitgebuit, verkeerde materialen worden gebruikt. Ja. En ook denk ik dat we daar gewoon heel veel stappen in mogen zetten. Als je even gaat shoppen inderdaad, voor wat kleding, even snel shoppen hier daar voor een feestje, of je hebt even een outfit nodig, dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Als ik eerlijk ben, bij mezelf ga altijd de eerste de beste winkel in, en de eerste de beste leuke kleding item wat ik leuk vind voor het feestje, wat erbij past, dat koop je dan soort van. Soms dan kan je even kijken in het labeltje van je kledingstuk, waar het bijvoorbeeld gemaakt is. Ja. Als het in Europa gemaakt is, dan is het vaak al beter, want Europese regels zijn wel wat beter. Maar het is wel allemaal duur, toch? Als in, het is wel al vaak duurder. Dus je kan voor duurzame kleding kiezen, of je gaat voor kleding wat, ik noem maar wat, bij de H&M of de Zara ligt. Je kan oprecht voor 25 euro kun je een superleuk shirtje bij de H&M of de Zara halen. Dat doe ik ook vaak. Mm-hmm. En dan heb je een mega leuk shirtje. Maar als je dan naar duurzaam gaat, of naar iets duurzaams, voor mijn gevoel is dat wel vaak duurder. Nou, ik denk dat het ook wel heel leuk is om juist een beetje te sparen voor een mooi duurzaam item. Ja, dus dat je... Dat je één mooi duurzaam item in de kast hebt hangen, dan ben je al een soort van stapje dichterbij. We hebben allebei zo'n voetafdruktest gedaan van het WWF. En ik heb natuurlijk in samenwerking met het WWF het liedje gemaakt. Dus en nu kom ik steeds meer te weten over kleding. De eerste stap is gewoon dat je er meer van weet. Dat we eigenlijk meer leren over verschillende soorten textiel. Wat meer leren over hoeveel moeite is het eigenlijk om een kledingstuk in elkaar te zetten. Dat kan je even meenemen naar de kledingstukken natuurlijk. Een kledingstuk bestaat gewoon uit een aantal panelen. Mm-hmm. Hier heb ik een boxershort. Ja. En dat bestaat dus al ooit uit een band hier. En het 1, 2, 3, 4, 5 panelen eigenlijk. Ja. En als je dat uitrekent hoe lang je hiermee bezig bent, dan is dat niet 10 euro waard. Nee. Dat ik ben hier wel langer dan hiermee bezig. Ja. Dus dat is, ik ben hier denk ik misschien, laten we zeggen, 5 uur mee bezig. Ja, ja.
En ja, dat is wel omdat ik elk item één voor één maak. Ja. Maar in een productiehuis gaat alles super snel achter elkaar. Ja. En daardoor kan het goedkoper. Ja. Maar dat is niet per se een reden om maar €20 voor een spijkerbroek te kopen. Hmm. Betalen. Dat is eigenlijk veel te weinig. Hey, en kunnen we misschien een keertje even wat proberen? Ja, wil je proberen? Ja, ik ben wel heel benieuwd. Okay, laten we deze rokmachine gaan. Ik hoop niet dat ik in mijn vingers naai. Je mag wel op de pedaal duwen en dan gaat hij lopen. Ja. En hier heb ik een stukje stof. Ja. Dan doen we even dubbel. Dit is de zeewier. Vind ik heel bizar dit. Dit vind ik heel bizar. Ja, dus als je hem zo vasthoudt. Ja. En dan mag je hem dus hier zitten meshen. En hij gaat dan, dit gaat hij snijden. Dus hij komt zo dadelijk in tweeën. Zo. Ja. En dan gaat hij pakt hem eigenlijk bijna vanzelf. Als je hem eronder duwt, pakt hij hem vanzelf. Kijk, nu heeft hij hem, nu mag je niet loslaten. Ja. Kijk, dan snijdt hij hem. Ja. Oh, wat dier! Ja. Kijk, en dan als je zo, en dan nu er vanaf haalt, dan kan je door. Doe maar. Oh, er gaat hier iets mis. Kijk. Wee, yo. Ik vind dat echt vet. Dit heb je gedaan, hè? Ik voel me nu ook wel echt soort van zo'n... Dat zie je altijd in films, toch? Echt van die hele oude oma. Oh, dit? Ik drukte even volgende keer op het pedaal. Beter dat ding uitdoen, want het gaat helemaal fout. Ja, dat is toch gedaan. Nou, echt cool, hoor. Echt vet. Nou, ontzettend leuk dat we hier vandaag waren. Ja, nice. Echt, ik heb echt genoten en heel indrukwekkend wat je doet. En qua je werk en je passie voor de kleding. Zoek nog even iets uit voor je moeder. Misschien is het nog leuk. Ja, dat vind ik wel echt leuk. Dat ga ik even doen. Ik ga thuis even kijken, mama. Superleuk. Ja, maar succes ook met je nummers. En je... Komt goed. Ja. Echt leuk. Ja, dankjewel. Doei. Lieve mensen, we staan nu weer buiten. Het was ontzettend leuk. Leuk om Loes te ontmoeten en om eigenlijk een beetje te zien wat haar passie is en wat haar werk is. Ja, we gaan dus beter en duurzamer om met kleding. Dat is uiteindelijk de conclusie. Hopelijk ga ik niet de eerste de beste keer wanneer ik een kledingstuk nodig heb de Zara inlopen. Dan ga ik toch wel even kijken naar wat iets duurzamere kleding. Bedankt voor het kijken sowieso. Stream wat blijft er over. Een nieuwe tune. En ik zie jullie volgende keer weer bij een nieuwe aflevering. Rustig gaan. Ciao.